Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV Guild Wars 2. Nou ben ik level 5 geworden met mijn Necromancer. Gewoon door de steden heen te rennen en alles te proberen te 100%'en. Zoals je kunt zien op de map ben ik met Divinity's Reach al aardig ver. Queensdale heb ik nog niet heel veel gedaan. Dat is het eerste gebied voor de mensen. Dat is ook zoals ik vorige keer zei voor elke character anders. Althans voor elke ras. Maar we zijn in Divinity's Reach en we proberen het 100%'en. Want je krijgt enorm veel experience van gewoon dingen ontdekken. En als je een heel gebied hebt ontdekt, krijg je nog een experience boost bovenop. Dus je probeert al die kleine jumping puzzles voor de vistas. En je alle points of interest die je hier vindt. Bijvoorbeeld deze, daar ga ik nu even heen. Oh. Zo. Hier is blijkbaar een point of interest, dus daar gaan we heen. Ja, kijk eens aan. En weer een smaak experience erbij. Je kunt dus gewoon op de map kijken van, nou, wat moet ik nog? Oh, undiscovered, daar gaan we heen. Met alt-klik kun je een waypoint zetten. Een eigen waypoint. Je kan hem ook zo weer weghalen. En dan kun je dus gewoon die waypoint volgen om erheen te gaan. Maar goed, we zijn level 5 en we hebben iets nieuws ontdekt. Vanaf level 5 kun je skills kopen. Ik zal het je even laten zien. Bij deze slot skills, vanaf je hero menu met H, kun je dus allemaal skills kopen. Er zijn allemaal soorten skills per poppetje, per klasse, zelfs per ras. Mensen kunnen bijvoorbeeld bidden. Dat kunnen andere rassen weer niet. Maar ik heb dus keuze uit verschillende dingen. Heel veel necromancers gaan voor een well bouw. Sommige mensen noemen dat dan ook een wellomancer. Dan heb je een stuk of 4 wells hier op een rij. En deze is dan ook een well. De well of blood, zodat je healt. En dan krijg je allemaal traits op een gegeven moment die ervoor zorgen dat je wells sterker worden. Dus word je over het algemeen veel sterker. Ik denk dat wij gaan met deze voor een minion build. En zelfs dat is niet definitief. Alles wat je koopt. Deze skill points. Nou, er zijn honderden skill points over de hele map die je kunt vinden. Dus je hoeft nooit bang te zijn dat je te weinig skill points hebt. Alleen je moet wel meer gaan ontdekken als je alles wilt hebben. Hetzelfde met traits. Dat is een soort van stat building. Je kan bijvoorbeeld meer traits in power steken. En wat meer in vitality of toughness. En zo kun je dus inderdaad allemaal soorten sterktes en zwaktes ontwikkelen. Hoppa, weer een erbij. Maar een van de dingen die je dus wel wil doen is gewoon experimenteren met wat vind ik leuk. Dus ik ga met dit poppetje experimenteren met minions. Ik ga eerst voor 2 bone minions. Die zet ik dan hier op. Summon 2 bone minions. En dan heb ik dus als standaard healing skill deze minion. En dan heb ik ook nog deze bone minions. Die vechten ook voor mij. Dus ik heb ontzettend veel mensen die voor mij vechten. En ik kan dus deze exploderen voor extra health. En ik kan deze exploderen voor damage. Boom, boom. Dus dat maakt mij al stukken interessanter als necromancer dan gewoon ik alleen met mijn staf. Ook iets wat je moet doen early in the game, flink aan het begin, is bags verzamelen. Je krijgt deze ook gewoon door de storyline, door de groene ster te volgen. Ook moet je investeren in een paar salvage kits. In het begin is crude salvage kit prima. Wat je hiermee moet doen is eigenlijk heel simpel. Alles wat je niet kunt gebruiken en waar salvageable bij staat, meteen salvage. Want dan krijg je weer nieuwe materialen van die je kan gebruiken om je eigen betere spullen te maken. Dan gaan we een andere aflevering wat meer over doen. Ik wil eerst even kijken waar je dat allemaal kan krijgen. You seem friendly. Ja, dankjewel. You seem friendly. Dit is niet een goeie, dan is dit waarschijnlijk ook niet een goeie. Er zijn heel veel merchants op de map. Dus we gaan even kijken naar de map. Hier zijn een paar. We zijn hier al geweest, dus we gaan hier omhoog. En we gaan hier deze weg bij af. Want hier zijn waarschijnlijk de merchants. Ja, maar dit zijn allemaal snoepwinkelmensjes, dus dat is ook niet wat we zoeken. Wat zoeken we wel? De map doet even raar, dat doet hij soms. Met vooral bij gebrek aan goede internetverbinding. Ik moet eerlijk zeggen, mijn internetverbinding is de laatste tijd sinds ik ook in de verbouwing zit, want onze hele flat wordt verbouwd.
Ja, en sinds ik in de verbouwing zit, is echt alles qua bekabeling is gewoon echt een ramp. Dus ik krijg slecht ontvangst met de tv, slecht ontvangst met internet, noemt u maar op. Goed, we gaan eventjes hier langs. Hier is een waypoint zoals ik zie. Een teleport point, die moeten we sowieso hebben. En hier zijn ook wel weer wat merchants, denk ik. Dus gaan we eens even kijken. De volgende point of interest is hier beneden. Huppa, hebben die ook weer gehad. En dan moet hier ergens een merchant in de buurt zijn. Waar was die nou? Weaponsmiths. Dat is niet wat ik zoek, maar... Oké, ik ga eventjes een andere merchant opzoeken. Want ze zijn er wel, ze zijn er meer dan genoeg. Alleen moeten ze wel even kunnen vinden. En de map moet eens een keer laden. Dat zou ook heel fijn zijn. Buy supplies, sell items. Dat klinkt goed. Binnen de stad kun je trouwens altijd gratis teleporteren. Buiten de stad om kost het vaak een bedrag goud. Gebonden aan je level. Dus als je een heel hoog level bent, kost het veel meer goud dan gewoon. Met deze kost het een paar koper. Met mijn andere character kost het dan een paar zilver. Dus we gaan hierheen naar deze merchant. Dit zal waarschijnlijk een goede merchant zijn. Een standaard merchant om het zo maar te noemen. Ja, dit is een hele standaard merchant. Welcome. Er zijn een paar dingen die je kunt kopen. Leather bags. Ik adviseer om hier gewoon 4 stuks van te kopen. En die allemaal in je inventory te doen. Nou heb ik al een extra leather bag. Dus deze vierde was te veel. Maar zoals je ziet verbreedt dat je inventory. Deze kan alweer gedestroyed worden. Zo. Hoppa, dit weer even terug. Wat je ook wilt kopen is minimaal 1 van elke. Een copper harvesting sickle, copper logging axe en een copper mining pick. Dit heeft te maken met dat we later onze eigen crafting materials gaan verzamelen. Die je in de wereld kan vinden. En daar krijg je ook nog eens weer gratis experience voor. Dus het is alleen maar win-win situatie waar we het over hebben. Er is geen enkele reden om niet je eigen crafting materials te zoeken. Als je ze niet zelf gebruikt, kun je ze altijd verkopen. Want er zijn heel veel crafting materials flink wat geld waard. Goed. Nou, zoals ik zei, probeer de stad te verkennen. We zijn bijna klaar met deze stad verkennen. Dus ik ga de verkeerde kant op. Ik wil deze waypoint unlocken en weer meer experience krijgen. Ik ben hier bijna klaar mee. Dus als ik alle waypoints en points of interest en vistas heb gezien, dan kom ik even bij jullie terug om te laten zien wat je er allemaal voor krijgt om gewoon even een stad te verkennen. Ik hoef nou in Divinity's Reach, deze stad, nog maar 1 waypoint en dat is de Minister's Waypoint en die zit hierboven bij de bank. Is ook handig om te weten, Minister's Waypoint. Gaan we gelijk even over de bank en over de Trading Center. Zoals je ziet staat hier nu een kistje te rammelen. Daar klikken wij op. En let op mijn experience. Gaat van hier. Helemaal naar hier. Gewoon als extra gratis dingetje. Plus ik krijg 3 Transmutation Stones. Ik heb ze persoonlijk nog nooit gebruikt. Maar blijkbaar kun je daarmee het uiterlijk aanpassen van een wapen. Naar iets dat je al hebt. Goed, we gaan even de bank in. Deze bank. Yes. Je bank ziet er zo uit. Je kunt je items in de bank neerzetten en deze items gebruik je over al je characters. Deze karma boosters bijvoorbeeld kan ik ook op mijn andere character gebruiken. Wat ook gescheiden wordt zijn alle crafting materials. Die kun je ook over elke character gebruiken. Dus als je met de ene character op hoge levels dingen verzamelt, zoals bijvoorbeeld silk scraps, thick leather sections, etc. dan kan een character op laag level, zoals ik, kan toch hoog trainen in die skills. In die, om het zo maar te zeggen, die crafting skills. Zodat je dus inderdaad alles kan delen met alle characters. En dat je bijvoorbeeld ook gewoon armor voor je andere character kan maken. Goed, we zijn hier bij de guild promoters. Ik heb nog nooit een guild gemaakt, dus we gaan eens eventjes kijken. Show me my guild options. Dus we gaan eens even kijken of ik een eigen guild kan maken. De Creamy Clan. Zoals we dat al een keer hadden besloten in de vorige aflevering. Om een Creamy Clan te maken. Ik doe gewoon Create Guild. Hoppa. Ik ben Crim Eastwood, de leider van Creamy Clan. Message of the day. Hoi, criminele kijkers. Accept. Nou, dit is dus de Creamy Clan.
voor mensen die ook, net als ik, Guild Wars 2 spelen, voel je vrij om je aan te sluiten bij mij. Deze clan, we gaan gewoon een leuke tijd hebben samen. Ik weet nog niet heel veel van dit spel, maar ik ben altijd bereid om advies te geven over de dingen die ik wel weet. Dus dat is ook altijd fijn om te weten. Nu we toch in de buurt waren, ga ik ook even vlug over de Trading Post. Trading Post, of de Black Lion Trading Post, als je officieel wil zijn. Trading Company. En dit is een Trading Post. Dat was het. Oké, dit is een Trading Post van de Black Lion Trading Company. Dit is een heel simpel principe. Je typt hierin wat je wilt hebben. En dan kun je dat zoeken en dan kun je ervoor betalen en dan krijg je het. Je kunt hier ook verkopen. Je kan ook verkopen vanaf elke plek van de wereld. Alleen het geld wat je daarvoor krijgt moet je oppakken. Zoals hier, ik heb iets verkocht toen ik onderweg was. Ik kan nu het geld oppakken. Ook het geld wat je allemaal hebt gaat over al je characters. Je inventory, wat hier staat. Al deze betaalmiddelen worden gedeeld over elke character. Dus houd het in de gaten. Je hoeft niet per se goud naar een andere character te slepen. Omdat je bijvoorbeeld ergens iets wil kopen. Goed, maar die trading center lijkt me voor zich te spreken. Het is gewoon inderdaad alles wat je kunt verkopen, kun je daarop verkopen. Er zijn een paar dingen in de wereld die waar je op wil letten. Vooral als je een level wil 100%. Ja, ik kom er aan, rustig aan. Je kunt naar scouts, zoals deze. We Seraph bleed and sweat every day to keep it that way. The constant combat takes its toll. En deze scouts laten je dus zien in de buurt waar alle quests liggen, waar alle hartjes liggen die je nog niet gedaan hebt. Ook zie je skill points en dergelijke, die zie je trouwens altijd op de muur, op de map. En deze skill points is waar ik het dus over had voor je hero panel, om nieuwe aanvallen te leren. Dus we gaan ook eventjes wat skill points proberen te halen, wat meer minions proberen te summonen en dat soort dingen. En dit is dus een van de resources waar ik het over had, waarvoor ik zei dat je een bijl moest kopen. En andere dingen, zoals een pickaxe en een sickle. Je kunt dus gewoon een boom omhakken. En die zitten nu in je inventory. Maar je kunt ook deposit all collectibles. Zodat ze automatisch naar je bank gaan. En op de bank kun je ze gewoon gebruiken naar je crafting station. Om daar andere dingen te gaan doen. We hebben hier dus assist the Seraph at Shaymor Garrison. En deze waypoint was net nog contested. Ik kon hier niet naartoe teleporteren. Nu is hij weer vrij. Dat heeft vaak te maken met events. Dat sommige dingen gewoon zeg maar... dat sommige waypoints, daar is dan een gevecht gaande tijdens een event. En dan kan daar niemand heen teleporteren. Dat is vrij simpel als je erover nadenkt. Vrij logisch. Hier is weer een vista. Dit is ook weer een van die vele dingen die je kunt verzamelen door het hele spel. Het is zeker de moeite waard. Je krijgt eventjes een goede blik over de hele omgeving. En je krijgt er experience voor. En je hebt het nodig voor de 100%. Voor degene die denken van nou, 3 transmutation stones en wat experience. Dat was het ook niet waard voor die 100% die ik heb gehaald in Divinity's Reach. Maar als je een open map zoals deze. En bijvoorbeeld Queensdale en nou ja, ik zeg maar wat. Hariti Hinterlands of de Garandan Fields, bla bla bla. Als je die 100% krijg je heel wat meer dan gewoon wat transportation stones. Je krijgt items die normaal uniek zijn. Je krijgt veel meer experience. Je krijgt allemaal leuke extra's erbij. Ik ben op dit moment level 5. En als ik hier naar het nummertje kijk, heel veel van mijn omgevende mensen en vijanden zijn level 6. Dus ik ben een beetje out of my league hier. Maar ik ga gewoon best doen om het te overleven. Ik heb al ongeveer besloten op de wapens die ik ga gebruiken. Ik denk dat ik een dagger en een axe blijf gebruiken voor heel veel schade. En dat mijn minions de rest van de schade doen en de condities toevoegen aan tegenstanders. Zoals bijvoorbeeld deze twee. Ik kan maar één tegelijk summonen, dat is een beetje jammer. Kijk, als ik nu met deze Tamini Warrior ga vechten, ook al is hij een level hoger dan ik. Mijn minions doen het meeste werk. En ik sta gewoon van afstand een beetje spells te casten. En ik kan andere spells erbij gooien.
op deze manier. Zodat ik alsnog praktisch zonder health te verliezen dit gevecht kan winnen. Het is eigenlijk voor mij heel simpel op dit moment. Vanwege mijn minions. Dus wat voor build je ook kiest en wat voor aanvallen je ook kiest. Er is altijd wel een manier om inderdaad gewoon flink veel schade te doen en alsnog te winnen. Dit is een van de makkelijkste skill points die je kunt verdienen op de map. Dit is een commune skill point. Bij deze skill points krijg je een verhaaltje eromheen. En het enige dat je hoeft te doen is wachten. Nou wordt dit onderbroken door elke aanval die op jou afgegooid wordt. Dus hou daar rekening mee. We kunnen nu dus andere skills gaan kopen, wat ik ook even ga doen. Want er zijn meerdere minions en ik wil even kijken welke beter is. Deze doen 2 keer 20 damage en deze doen 5 damage per stuk. Dus so deze, Bone Fiend, is beter. Alleen het jammer is aan deze Bone Fiend is dat het er maar eentje is. Arise, my creation. Het is wel een hele nare Bone Fiend. Oké, zoals je ziet zijn mijn andere skeletons nu ook verdwenen, omdat je niet mag duperen door je skills te veranderen. Oké, dus als ik deze immobilize, dan worden mijn foes om me heen ook geimmobilized. Dus dat is wel een hele fijne skill. Het duurt alleen heel lang, zie ik, voordat ik die weer kan gebruiken. Ook is het niet mogelijk om deze te dismissen. Sommige minions, zoals die skeletons van net, die kun je op laten blazen, zodat je misschien weer andere monsters op het veld kunt krijgen. Deze blijft totdat hij dood is. Ook hebben we het nog niet echt gehad over mijn F1 kracht. Die is bij iedereen anders, maar bij necromancers is hij wel heel uniek, dat je ook echt transformeert in iets anders. Ik gebruik nu bijvoorbeeld Dark Path, Send Out a Claw. Nou, ze hebben allemaal unieke aanvallen. Hoppa, en weer terug naar normaal. Auw. Ik zit midden in een groot gevecht hier blijkbaar. Zo. Even kijken of dit werkt. Mijn boomfiend doet flink wat schade, zie ik. Dus ik hoef zelf heel weinig te doen. Ik denk toch dat die 2 kleinere boomfiends leuker waren. Deze is nu ook dood, dus nu moet ik echt oppassen. Want ik gebruik light armor. Je kunt niks anders dan necromancer. En dat is best zwak, light armor. Het is niet dat je echt veel wapens kan tegenhouden met je light armor. Goed, ik laat het hierbij voor deze aflevering. Ik heb weinig tips en tricks meer voor deze levels. Het enige wat ik kan zeggen is inderdaad, probeer zoveel mogelijk wapens uit. Kijk wat jou het beste lijkt. Ik ben nu gewoon nog steeds bezig met alle wapens een kans te geven. Scepter heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb Focus in de offhand nog niet geprobeerd. En de speer en de two-handed trident voor onder water heb ik ook nog niet geprobeerd. Wil ik wel even proberen, maar ik denk dat ik blijf bij de axe. Puur vanwege deze. 8 keer 136 schade is heel veel. En ik krijg er ook nog life force van. En die life force heb je dus nodig voor deze transformatie. Prima. Ik laat het hierbij. Zoals jullie misschien wel aan mijn stem konden horen vannacht. Ben ik best moe. Het is ook al aardig laat. Ik ga zo lekker op bed. En later deze week gaan we wel even verder. Op wat er allemaal gebeurt vanaf level 7. Level 10. Level 20. En level 30. Als we zover komen tenminste. En we gaan even proberen om zoveel mogelijk van deze map te 100%. Zodat we kunnen kijken of we ook echt leuke rewards krijgen. Dus daarmee zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Krimi TV.